Hierbij volgt een oefening voor de basisaanspanning van de spieren in je lage rug. Dit kun je dus gebruiken bij lage rugklachten. Kom op de grond liggen. Een zachte ondergrond is hier iets minder geschikt voor, want dan zak je te ver in. Dus op de grond zelf met eventueel een matje eronder of een deken is prima. Je zet je voeten op de grond waarbij je knieën een klein beetje gebogen zijn. En je voelt aan de voorkant voel je je heupbot. Dat zijn twee harde botpunten hier. Twee vingers aan beide zijden, ongeveer 1 centimeter aan de binnenkant. En vervolgens maak je een tss geluid. Een sissend geluid tussen je tanden. Dan voel je de onderkant aanspannen. Als je deze hebt gevonden, mag je dus vervolgens zelf gaan proberen aan te spannen. Dit doe je door de navel een klein beetje in te trekken. En dan voel je vooral de aanspanning aan de onderkant en niet aan de bovenkant. Dus niet te hard gaan intrekken, want dan ben je de spier niet juist aan het aanspannen. Vooral de onderkant. Heb je deze gevonden, hou hem 10 seconden vast, waarbij je gewoon rustig blijft doorademen. Wat je daarna gaat doen, is je gaat hem 10 keer 10 seconden aanspannen. En iedere keer tussendoor 2-3 seconden heel eventjes rust. Succes met de oefeningen. Voelt de oefening niet goed of je ervaart hierbij klachten? Neem dan graag contact met ons op en dan gaan we kijken hoe we kunnen helpen. Succes!